Tim Hebben was ook dit jaar weer bij de Zwamer Poosloop. Dat is inmiddels een traditie in het weren in Zwamen. De editie van 2019 gingen er bijna 200 mensen van start. De kinderen renden in een kleinere afstand. De volwassenen kosten kiezen tussen de 5 kilometer of de 10 kilometer. Lucas Rosema was de snelste jong bij de 500 meter kitseren, te voet gevolgd door de snelste dame, dat was Joes Moro uit Zwamen. Bij de kilometer kitseren was Joël Etienne uit Duitsland het snelste. Hij eindigde ruim voor Roy Schoenmakers uit Postert en Gijs Dekkers uit Zwamen bij de jongens. 118 en 112, die hebben nog een gevecht om de derde plaats. Bij de meisjes won Anna van der Velde uit Tegelen, vlak voor de Duitse Charlotte Lange en Sophie Rosema. En 53, de eerste dame is Anna van der Velde. 2, 1. Daan Hendricks uit Venlo won de 2,5 kilometer vlak voor Thies Geraerts uit Zwamen. Met nummer 2, Thies Geraerts. Snelste bij de meisjes op de 2,5 kilometer was Lieke Rijk. De voet gevolgd door Lynn Diederen uit Halen. Zoe Sanders werd de derde. 3, 2, 1. Dan was het tijd voor de volwassenen. Op de 5 kilometer was Pim Lambrechts uit Zwamen de snelste. Hij won in een tijd van 15 minuten en 27 seconden. Teun Duisters en Sten Hoijmakers werden tweede en derde bij de heren. Bij de dames was Karen Nieuwenhuis-Gielen uit Tegelen de snelste in een tijd van 19 minuten en 4 seconden. Dat was overigens 2 keer zo snel als lokale bekendheid Schraputs. Hij deed er 37 minuten over en werd de laatste. Ook in Zwamen geldt echter de regel, meedoen is belangrijker dan winnen. Winnaar op de 10 kilometer werd Rob Lemders uit Venlo. Hij eindigde in een tijd van 34 minuten en 38 seconden. Lokaal succes was er ook, want Erik van de Heuvel uit Zwamen eindigde op een tweede plek. En als eerste bieden mannen TNM. Op de 10 kilometer waren het vooral de Duitse dames die de prijzen pakten. Alexandra Schwartz was uiteindelijk de snelste op de 10 kilometer. In een tijd van 40 minuten en 29 seconden. Met dank aan Tim Hebben voor het beschikbaar stellen van de beelden.